Hoi, Robin hier en welkom bij alweer aflevering 7 van Robin's Moltalk. Voordat ik ga beginnen wil ik allereerst jullie allemaal hartelijk bedanken voor alle reacties, voor alle likes en vooral ook voor de views die jullie hebben gegeven, ondanks dat mijn video erg laat was. Dankjewel daarvoor. Ja, dan is het tijd om de aflevering te gaan beginnen. De aflevering waar Anke het spel moest verlaten. Niet geheel onverwacht, maar ja, dan is nog wel jammer. Hetzelfde als met Nabil. Ik vond het leuk om ze in het spel te hebben en ik had ze uiteraard graag nog wat langer gezien. En wat ik vorige aflevering ook al zei aan het einde, elke vierde kandidaat moest het spel verlaten. Uiteraard de enige uitzondering was met Annick. Zij was als eerste dat ze eruit moest. En dat gebeurt nu dus ook weer. Dat zou dus op 3 kandidaten kunnen slaan. En daar gaan we het nu over hebben bij onze community. De poll van deze keer heeft 31 stemmen gehad, waarvan het merendeel met 65% Jurre was. En gevolgd door Ranomi met 16%, Daniel met 13% en Soy en Anke beide met 3%. Hierbij wil ik jullie ook weer bedanken voor het stemmen. En zoals gewoonlijk staat er onder het tabje community een nieuwe poll, wie jullie verdenken wie de mol is na deze aflevering. Ja, ik moet aan de ene kant wel zeggen dat het een soms soort nog van een verrassende uitslag is. Zeker omdat er heel veel dingen ook weer deze aflevering richting Ranomi gingen. Maar ook heel veel richting Jurre. Ja, over Ranomi, ja, daar hebben we Emily voor. En daarmee gaan we dus ook haar hints en theorieën bespreken van de vorige aflevering. En zoals je kan zien zijn het er weer heel veel. En als je allemaal even door wil lezen, pauzeer dan even de video. Of kijk onder de vorige video wat de reacties waren. En dan tussen aanhalingstekens kort samengevat. Ik moet eerst een kleine correctie doorgeven waar ik op werd gewezen. Ik heb gezegd dat de vorige aflevering 1000 euro uit de pot is gegaan bij de opdracht van de kisten. En dat is dus niet het geval. Er is dus 0 euro in de pot gehaald, want elke kist was 500 euro uit de pot. En nou ja, ze hadden dus 2000 euro gewonnen en zijn 4 kisten uitgehaald. Dus dat is 0 euro. Dankjewel voor het verbeteren. En dan het getal 4. En dat wist ik dan ook weer niet. Omdat ik zelf niet heel erg met de Olympische Spelen bezig ben. Was dat Ranomi heeft gedaan aan estafette zwemmen. En estafette zwemmen doe je met 4 personen. Dus dat zou naar haar toe kunnen wijzen. Wat ook een hint is, en die heb ik hier ook niet heel veel voorbij zien komen, is dat Ranomi bij de Olympische Spelen 4 medailles heeft gewonnen. Wat dus ook weer op richting haar zou kunnen wijzen. En om dan gelijk ook daarover op door te gaan. Ranomi droeg ook een shirt die in de eerste aflevering te zien was. En ook weer in de leader van deze aflevering. Een smiley in de vorm van een soort van een spiegelei. De spiegelei hou ik even in het midden, maar ik vond het zelf meer op een medaille lijken. Maar dan nog, als zou het op een spiegelei lijken, dan zou dat echt betrekking hebben gehad op de opdrachten die deze afleveringen te zien waren. In ieder geval allemaal hele goede hints richting Ranomi. En dan een omschrijving die heel erg richting Ranomi gaat. De geesten van de militairen die op het balkon stonden, Lucy en Katie. De eerstlets daarvan is MLK, oftewel Martin Luther King. Ranomi is een spreekster geweest op een seminar die ging over Martin Luther King en Nelson Mandela. En in de eerste aflevering was er een opdracht in het stadhuis waar Mandela zijn eerste toespraak heeft gedaan nadat hij is vrijgelaten. En de laatste van Emily, voor de mensen die in de Daniel-tunnel zitten. Ik moest wel even een beetje omgniffelen toen ik het las, maar hier komt hij. Er is bij het Lord Milner Hotel een ruimte met daarin allemaal enge clowns, zoals bijvoorbeeld Pennywise. De horrorfilm It houdt verband met IT, waar Daniel weer verstand van heeft. Dankjewel ook weer voor deze uitgebreide berichten en hij is ook heel goed gevonden. En dan hebben we Maria, dankjewel voor je hartverwarmende bericht. Ik ben blij om te horen dat je mijn hints en theorieën goed vindt. En uiteraard ook iedereen veel kijkplezier voor de komende aflevering en afleveringen die er nog gaan komen van Wie is de Mol. En dan hebben we RN en daar wordt aangegeven dat als je het Bijbelverhaal goed kent, dat je weet dat Jezus zelf niet het kruis heeft gedragen. Ik moest zelf heel even nazoeken en daar was inderdaad een andere persoon die het kruis heeft gedragen. Ik heb de naam heel even niet bij de hand. En als je dat dan doortrekt naar Wie is de Mol, dan heeft Anke het aan Daniel overgedragen om haar kist mee te nemen, waar dus de stoel voor de test en executie in zat. Dus liet ze het door iemand anders doen. En vindt dus dat de hint meer op Anke duidt. Ja, zoals we weten zit ze helaas niet meer in het spel. En als laatste hebben we Mariska. En dat was er eentje die ook wel heel erg slim was. De Mol opende geen envelop. En dat was bij een van de testvragen van de vorige aflevering die ik heb behandeld. En daarbij zei ik dat het alleen op Ranomi zou duiden. Maar Nabil en Soy hebben ook geen envelop geopend. Nou ja, we weten ook. Nabil is afgevallen, dus er zou de hint in dit verhaal nog naar Ranomi of naar Soy kunnen leiden. En ook wordt er weer verwezen naar het heffen van het glas, waarbij Mariska denkt dat het verwijst naar Soy, omdat hij zegt op de mol. En mochten jullie ook nog hints en theorieën hebben na deze video, laat gerust weten in de reacties. En dan neem ik het mee in de volgende aflevering. En dan is het nu tijd om aflevering 7 te gaan bespreken. De titel van de aflevering was inzichtelijk. Voor mij waren er twee momenten in de aflevering waar het toch wel inzichtelijk was. Of waar de titel van de aflevering op zou kunnen duiden. De eerste was toen Soy zijn joker aan Anke gaf. En ik zie wel dat zij oprecht heel blij is met die joker. Bijna dat ik denk, dit kan je niet spelen. Dus ik denk, oké, interessant. Ja, er werd volgens hem inzichtelijk of Anke een mol was of niet. Nou, we weten allemaal dat in dit verhaal dat Soy goed zat, want Anke was een kandidaat. En Jurre, die natuurlijk een gesprek met de mol had. Hier heeft hij natuurlijk ook een hoop inzicht gekregen over de finale vragen van Wie is de Mol. Ja, het lijkt mij toch ook wel wat lastig om wat met die informatie te kunnen als er blijkt dat hij de mol is. In ieder geval, tot zover de titel van de aflevering. En dan gaan we door naar opdracht 1. Opdracht 1 is ook wel genaamd uitvlakken. De opdracht waar ze 3000 euro konden verdienen en uiteindelijk maar 1000 euro voor de pot hebben binnengehaald. En een groot aantal jokers. En ja, Daniel is de enige die dus geld voor de pot heeft binnengehaald. Tijdens de afdaling moet ik ook wel zeggen dat het een behoorlijk rommelige 3 minuten was hoe ze alles konden discussiëren. Eigenlijk na afloop van de opdracht kreeg Daniel als eerste de schuld waarom hij niet voor de 2000 euro is gegaan. Waar slaat dit op? Waarom zou je ooit in 1 gaan staan? Daniel moest in 2 gaan en dan kon... Ik heb niks gehoord van jullie. En jullie gingen al gelijk zelf voor de jokers. En eigenlijk is dat wel een soort van een vreemde reactie, aangezien Soy voor had gesteld, en dan moet ik het even goed zeggen, dat Ranomi voor de 3 jokers ging, Soy voor de 2 jokers en Anke voor de 1 joker. Dan zouden dus Daniel en Jurre overblijven om op de 2000 euro te springen. Dus dan mag ik dan kort gezegd zeggen dat Soy dan de boel heeft verpest in plaats van Daniel. En daarbij dan zou het ook zo kunnen zijn dat Ranomi te horen heeft gekregen als mol zijnde dat zij vak 4 in moest gaan. De andere optie zou natuurlijk kunnen zijn dat Daniel te horen heeft gekregen dat Ranomi in vak 4 zat en heeft daarom voor vak 1 gekozen om alsnog wat geld in de pot te krijgen om niet verdacht te worden bij de kandidaten. Daar is eigenlijk wel heel slim over nagedacht, vind ik zelf, als een van de 2 dus of Daniel of Ranomi de mol blijkt te zijn. En ook kreeg Daniel niet heel veel tijd meer om te zeggen wat zijn idee was. Want Soy heeft dus blijkbaar 2 minuten voorgepraat, waardoor Daniel nog 1 minuut over had. En ze konden dus ook niet bespreken wie waar zou gaan. Ja, om daar gelijk over op door te gaan, dan hebben we natuurlijk Jurre die dit insprak. Maar waar moet ik dan op? Dit is Jurre! Ja, en dit stukje zou natuurlijk makkelijk ingesproken kunnen zijn na die 3 minuten. En wellicht dat het meegedaan is om Jurre niet zo verdacht te maken, om meer als een dekmantel te hebben voor Jurre. Want ja, de kijkers weten natuurlijk dat alles anders is gemonteerd. Dit is natuurlijk het ideale moment om te zeggen van, ja, ik weet niet waar ik heen moet. Dus ja, het is niet mijn fout om eigenlijk Jurre weer meer als kandidaat verdacht te maken. Maar aan de andere kant, en mocht het zo zijn dat Jurre de mol is, dan lijkt het erop dat hij toch wel wat roekeloos wordt. Zeker na deze opmerking die hij heeft gemaakt. Jurre gaat weer voor de jokers. Ah. Ja man, fuck dat geld. Ja, je kiest voor jezelf. Nou ja, dat kan ik begrijpen. Maar om dat zo te uiten, ik vind het toch wel een hele risicovolle actie. Als hij echt de mol is. In ieder geval, tot zover opdracht 1. En dan gaan we door naar opdracht 2. Opdracht 2, ook wel zandlopers genoemd. De opdracht waar ze 1935 euro konden verdienen. En een gesprek met de mol. Uiteindelijk heeft Jurre de opdracht gewonnen en heeft hij een aantal vragen van de finale opdracht gekregen, waardoor er dus maar 600 euro in de pot is bijgekomen. Ja, deze opdracht valt er denk ik niet heel veel te mollen. Natuurlijk heeft de mol wel van tevoren informatie gekregen om deze opdracht wat makkelijker uit te voeren. Het enige wat belangrijk is voor de mol is om als eerste bij de telefoon te zijn. Meer om te voorkomen dat de kandidaten meer te weten komen over de finale vragen en om natuurlijk meer te weten te komen over de mol. En blijkbaar, en daar kwamen we ook eigenlijk pas achter bij dat telefoongesprek, was dat er sinds het moment dat er fysiek geld in het spel is, dat er zinnen op staan die dus geen zinnen zijn, maar vragen zijn voor de finale opdracht. Ja, dan snap ik ook wel dat je deze biljetten niet vrij wil geven, of je nou wel of niet de mol bent. Maar waarom wil Jurre dan alleen die 600 euro apart houden? Dat snap ik dan niet helemaal. Is het omdat hij zichzelf als kandidaat voor wil laten doen? Of is het een andere reden? Ja, laat me weten in de reacties hoe jullie hierover denken. Dan hebben we verder Ranomi. Die probeert te sprinten naar de kist, waarbij ze 2/3 van het touw heeft afgerold. En ja, je kan alleen het kistje bereiken als je alles volledig hebt afgerold. Dus eigenlijk wat Ranomi daar heeft gedaan, is meer een kandidaatactie. En wie dus dan weer wel in de kijker wordt gespeeld, is natuurlijk Jurre. Want hij was als eerste die zijn touw los had, bij het kistje was en als eerste natuurlijk bij de telefoon was. En dan hebben we natuurlijk ook nog deze gedurfde actie van Ranomi. Ik zag wel dat jij vanochtend nog weekvrouw ging nemen. Ja, voor mijn date. Als ze blijkt dat ze de mol is. En deze was er eentje die mij ook echt enorm opviel tijdens de aflevering. En als laatste de reactie van Ranomi toen ze te horen kregen dat ze een gesprek zouden krijgen met de mol. Met de mol. Ja, de manier hoe ze stond en hoe ze glimlachte, had ik echt zoiets zo van, zou ze dan toch de mol kunnen zijn? Want haar doen en laten op dat moment was toch wel behoorlijk verdacht in mijn ogen. En dan als laatste opdracht 3, ook wel de analoge test genoemd. Het was wel een van de meer interessante opdrachten dan wat het normaal is. Eigenlijk heel simpel, omdat het een analoge test was. En de kandidaten konden dus elkaars antwoorden zien. Voor de kandidaten en voor de mol was dit natuurlijk een spannende opdracht. Want als mol zijnde kan je niet zomaar wat invullen. Ja, hier zijn ook wel een aantal dingen opgevallen. En die zijn zeker goed ook om in gedachten te houden in de volgende aflevering. Te beginnen met de viltstiften die ze uitgereikt kregen door Rick. Om alles af te strepen of de antwoorden te kiezen bij de testvragen. Deze waren in de kleuren van de Olympische ringen. En dat duidt natuurlijk op Ranomi. En daarbij de vlaggen die waren dezelfde kleur. En die verwijst dus ook naar hetzelfde. En dan, zoals we weten, en ik al eerder zei, is Anke afgevallen. En als het goed is, zei ze tijdens haar biecht dat ze meer neigde naar Ranomi als mol. En dan zouden we dan kunnen aannemen dat Ranomi weggestreept zou kunnen worden als mol. Ik heb het even teruggekeken en volgens mij waren er ook een groot aantal mensen die dus ook op Ranomi zaten. Die zijn er dus nu allemaal uit. Dan verder. Daniel vult Jurre als mol in. Ranomi vult Soy in. Soy vult Ranomi in. En Jurre vult Daniel in. In ieder geval tot zover de aflevering van Wie is de Mol. En dan gaan we weer door naar de executie en afsluiting van deze aflevering. En het is ook de afsluiting van de aflevering waarin te zien was dat er volgende week weer een laseropdracht komt. Ik ben dan ook heel erg benieuwd naar hoe ze dat gaan uitvoeren. En ik hoop dan ook dat we dan bij deze opdracht kunnen zien wie de mol is. Ja, doordat Anke is afgevallen is mijn verdachte lijstje eigenlijk niet veranderd. Ze stond mij op mijn schaduwlijstje. Ja, ik neig nog steeds naar Jurre of Daniel als mol zijnde. Alhoewel ik Daniel ook steeds minder verdenk. En ja, daar blijft eigenlijk alleen maar Jurre over voor mij als mol. Maar goed, ik blijf er nog heel even voorzichtig mee. Wie weet gaat dat de komende afleveringen nog veranderen. Laat maar weten in de reacties of onder het community tabje wie jullie verdenken dat de mol is. En dan neem ik dat mee in de volgende aflevering van Robin's Moltalk. En nu zeg ik dan ook bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet dan niet het belletje aan te zetten. Zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu later.